verbaasd was je dat je een uitnodiging kreeg om in Almelo de Herman Höftenlezing uit te gaan spreken? Verbaasd, maar ook heel aangenaam verrast. Ik was wel trots eigenlijk dat ik het mocht doen. Ja. Je hebt gezien wie er de afgelopen 10 jaar hier geweest is. Dit is de 11e keer. En dan hebben ze jou gekozen om deze 11e lezing te gaan uitspreken. Racistische beledigingen die de demonstranten in december tegen Zwarte Piet over zich heen krijgen, waren zo schaamteloos, zo vernederend, dat ik er persoonlijk misselijk van werd. Wat ik nog erger vond, mensen schaamden zich niet voor een racistische taal. Open en bloot, met naam en toenaam, camera erop. Verzet is iets wat je ook in vredestijd soms nodig is tegen situaties die je misschien normaal bent gaan vinden, maar die eigenlijk helemaal niet normaal zijn of die ook anders kunnen. Ik heb een aantal voorbeelden in de lezing genoemd over de docenten uit het primair onderwijs die in verzet kwamen tegen de lage lonen en eigenlijk het rare idee dat daarachter zat. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals een storm, een zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. De longartsen die in verzet kwamen tegen de tabaksindustrie. En over dat je ook vaker kan verzetten tegen de economische situatie die eigenlijk hartstikke oneerlijk is. Dat Shell zo weinig belasting betaalt en een gemiddeld MKB-bedrijf en een gemiddelde burger zoveel. Waarom? Van de meest sprekende voorbeelden van de afgelopen jaren vond ik eigenlijk de docenten van PO in actie. Primair onderwijs in actie. En zij vroegen eigenlijk, waarom verdienen wij eigenlijk zo weinig? Dat vroegen 3 mannelijke docenten op 3 verschillende basisscholen over heel Nederland zich toevallig tegelijkertijd af. En ze ontdekten via sociale media, via Facebook, dat ze met die vraag opliepen. Als je een makkelijk werk zoekt, dan moet je geen politicus worden. Dus in Nederland is het natuurlijk gewoon een kwestie van, hè, je moet de juiste coalities weten te smeden. Er is niet één partij die het grootste is. Je zal altijd in samenwerking met andere partijen moeten doen. Jaren geleden was het een hele rare vraag. Want meer dan de helft van de Nederlanders rookte. Misschien in deze zaal ook nog een aantal mensen. Heel veel PvdA'ers van de aars hebben gerookt. Ik zelf ook. En u kent de beelden nog wel van het kabinet Den Uyl. Overal asbakken, sigaren, check. Beuken, stoom kwam uit de vergaderkamer. Dat vonden ze toen heel normaal. Dat vinden we nu, gelukkig, niet meer normaal. Nou, in Nederland is dat echt het allerergste ongeveer naast diefstal of oplichting beschuldigd worden van betutteling. De Eerste Kamer die toetst de wetten en ook de slechte wetten. En als de Tweede Kamer ja zegt en de Eerste Kamer zegt nee, in wat voor dilemma kom je dan? Vooral het dilemma dat het dan langer duurt, hè, voordat een wet, hè, dus die wet moet dan overnieuw. Verzet komt meestal tot stand omdat je je gesterkt voelt in je overtuiging samen met anderen. Natuurlijk, er zijn ook eenzame helden, maar de meeste helden zijn samen met anderen tot een heldendaad gekomen. Daarom.